Het is niet stoer, het is niet leuk. Ik wil graag een oproep doen bij deze aan jongeren en andere mensen in Nederland die denken dat het wel leuk is en stoer is om vanavond te gaan rellen. In Zwolle, of in Enschede, of in Almelo, of in Rotterdam, of in Den Haag, of waar dan ook. Realiseer je dat dit gewoon helemaal niks uithaalt. De politiemensen die vanavond paraat moeten staan, die moeten eigenlijk paraat staan om mensen te helpen in nood. Om echt de echte politiezaken te doen, de hulpverlening te doen. De ambulance mensen die eventueel op moeten draven om gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren, die moeten paraat staan voor mensen met ziektes die opgehaald moeten worden. Mensen die een ongeluk, een echt ongeluk hebben gehad. Daar moeten die mensen voor klaarstaan. Jullie gaan andermans eigendommen kapot maken. Eigendommen van horecaondernemers bijvoorbeeld en winkels. Mensen, ondernemers die het al zo ongelooflijk zwaar hebben in deze coronatijd, die gaan jullie nog op extra kosten jagen. Alsjeblieft jongens, wees verstandig en doe het niet. Het is niet stoer, het is niet leuk. Jullie zijn geen strijders. De echte strijders, dat zijn onze hulpverleners. De politie, de ambulance, de brandweer, dat zijn onze strijders. Jongens, echt, blijf thuis. Doe het niet. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.